Nou, als het nog niet duidelijk was, we gaan van Mace Shrek maken. Somebody once told me the world is gonna ruin me. I ain't the sharpest tool in the shed. And she was looking kind of dumb with a finger in her thumb and a shape coming out on her forehead. Yes, running. Hey iedereen, welkom in deze gloednieuwe vlog. Ik heb geen idee of ik de lyrics goed zong, maar kennen jullie dat liedje? Oh, het gaat vandaag goud worden. Althans, daar ga ik vanuit. Ik ga namelijk naar Mace. En we hebben een leuk idee in ons hoofd. En waarschijnlijk staat het al in de titel of thumbnail, maar... dit moet goud worden. Mees en ik gaan vandaag wat doen wat goed past bij zijn postuur. Ik heb een voorgevoel en ik denk dat dat voorgevoel gaat kloppen. Er is geen teken van leven. Ik denk dat die nog lekker ligt te maffen, die gozer. Ik ga niet eens aanbellen. Ik ga hem gewoon wakker bellen met mijn telefoon. Goedemorgen! Goedemorgen. Bel ik je wakker? Nee, ik heb echt net ook een seconde appje gestuurd geleden. Oh, ja, ik dacht al, iemand appte me, maar ik zat al te twijfelen of jij het was. Kom, je klinkt echt alsof je net letterlijk een minuut wakker bent. Maar dat klopt wel. Dat klopt wel, ja. Hey, ik sta voor de deur, maat. Hey, Mees. Somebody once told me the world is gonna ruin me. Oh, ja, kutzooi. Kutzooi. Hey, maar ik sta voor de deur. Kan je even open doen, want het is best koud. Oké, gast, tot zo. Yo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in. Dat was een heel zacht poepje. What's up, bro? Zo, jij kon echt net je nest uitrollen, joh. Heel erg, ik was even. Ga jij eerst even lekker plassen? Zal ik wat te drinken voor je inschenken? Lekker koffertje, weet je, die werkding omhoog, cup je erin. Ja, ik kom er wel achter. Kijk eens aan, Mr. Mace. Dankjewel, man. Alsjeblieft. Je ziet. Ben je gisteren uit geweest of zo? Nee. Ben je gewoon laat naar je nest gegaan? Ja, Damien ligt boven. Je maat ligt gewoon boven. Hij ligt gewoon boven, zeg. Gewoon een beetje chillen. Wacht, wat, even kijken. Ja. Goedemorgen, Damien! Slaap me, die guy is zo moe. Oh, vandaag gaan we je maken wat je altijd al hoorde te zijn. Gast, ik zweer dat als ik niet viral ga, word ik helemaal gek, hè? Ik ga... je kop! Zo. je wordt gewoon een ogre vandaag. Hij heeft dat verteld. Ja, een soort van. Ik heb gewoon alleen het liedje gezongen. Ja. Je linker oog zit dicht of zo. Doe eens gewoon normaal. Nee, even mee. We gaan een ogre van je maken. Ja. Dus we moeten even groene verf gaan halen. We moeten even een soort goedkoop wit shirtje halen. En een goedkoop bruin shirtje. Ik krijg nou wel de slappe lach. Als we een wit en een bruin shirtje halen, dan moeten we die bruin een beetje aan stukken scheuren, weet je wel. Dan staat je gedeelte van... met zijn handen in zijn zak en zijn koffietje hoestend wakker worden. Tumil. Goedemorgen. Nou, als ik dit als thumbnail heb, dan gaan mensen denk ik juist niet klikken. Wel alle vrouwtjes. Die helemaal niet, denk ik. Nou, als het nog niet duidelijk was, we gaan van Mace Shrek maken. Dit is Shrek, mocht je hem niet kennen. Dat is in ieder geval mijn jeugdheld. Ik weet niet wat jouw jeugdheld is. Zo te zien heb je aardig naar hem toegeleefd. Shrek is mijn jeugdheld. Dat is echt... ik heb die films zoveel gekeken. En vandaag gaan we gewoon een real life Shrek maken. Het wordt echt liddy titty. Oké, wat hebben we nodig? We hebben nodig 2 t-shirts en verf. En een kwast eigenlijk. Dus 4 dingetjes. En een broek misschien. Maar jij bent de raarste kwast hier. Doe gewoon geen broek, gewoon naakt. Moet je ook gewoon je lul goed maken. Dan ga je van blauwe ballen naar groene ballen. Dan moet je mee doen met Lingo. Gaan we altijd met groene ballen graaien. Ja. Dan liggen mijn ballen erin. Ja. Lig jij gewoon zo met die bak erop? Ligt gewoon een zak erin, trekt en gaan we. Ja! Ja, u heeft een gratis nachtje met Mees gewonnen. Hey! Yo, grappie, jij hebt toch altijd moeite met afvallen? Misschien kan je daarheen, dan word je quickfit. Geef toe, hij was wel goed. Hey, wanneer ik irritant blijf doen, ga je me dan vloeren? Ja. Ja? Je kan hier gewoon rollators kopen. Mees, moet je er een hebben?
Alvast voor later wanneer je knieën gewoon begeven. Nou, nu voor mij? Nu alvast kopen? Ja. Dan loop je wel een beetje op de zaken vooruit, letterlijk. Met Shrek, dan loop ik zo achter. Met de Shrek, dus met Shrek aan de rollator. Ja, ik zou de Jumbo binnenlopen. Ja, wil je eigenlijk ook in het openbaar gaan lopen met, ja, met je... Ja, als jullie daardoor meer gaan abonneren, dan is vind ik het prima. Wie zegt dat ik jou een SO ga geven? Nou, fucking jijzelf. Oh ja, WhatsApp zei ik dan. Oh god, nee, Mees, oh, oh. Hoe word je de winkel uitgezet? Deel 1. Jezus, wat is er ook? Een mongool, joh. Een zeehond. Een zeehond. Ja, je moet ook nog terug. Nee, Damien moet terug. Nee, gast, maar jij gaat mijn nek breken. Nee. En nu mag Damien. Oké. Daar komt hij. Wacht, jullie gingen op je buik, ik ga op mijn rug, ja? Go! We gaan echt weggestuurd worden. Dan hebben we nog de praxis. Oké, nieuwe challenge. Kan je in deze kas komen? Kan Don in deze kas komen? Ja! En nu mag Mees het proberen. Al mijn knieën, gast. Als ik hem sloop, betaal jij hem dan, hè? Ja. Nee, dit kan nooit goed zijn. Nee, je moet er recht in, recht. Je past zijwaarts niet eens. Ik ben het echt aan het proberen. Ja, kijk maar binnen. Ik kom niet verder. Maar misschien deze wel. Ja, dit is jouw formaatje. Ja. Wat? Oh, het breekt wel af. Ja, ik hoor al iets kraken. Wat zie ik hier? Wat zie ik hier? Wow, het is net alsof je naar de hemel gaat, gast. Alleen is de hemel dan wel een beetje dikke arses. Genoeg gekloot? Kijk, zo'n kwast hebben we nodig. Een lekkere dikke kwast. Hey, gast, stop nou met kloten, gast. Je wordt echt de winkel uitgezet straks. En wij ook, omdat we met jou zijn. Zo een moeten we niet hebben. We moeten er zo een hebben. Echt zo'n hele dikke kwast. Papa, zou ik voor 500 euro kou gaan vandaag? Zeg je? Zou ik voor 500 euro kou gaan vandaag? Ja, wie geeft dat dan? Wie betaalt dat dan? Hey, de jong! Hey, Jacco! Jij geeft meest 500 om kou te gaan. Ja, ja, millimeteren. We zaten een beetje gek toen in de winkel en we hadden een gesprek van het een kwam het ander. En hij zegt zelf, zal ik kou gaan voor 500 euro? Ik zeg ja. Nou ja, Mees, ik zou zeggen, ga later maar naar de pinautomaat kopen gaan. Ja, ik zou het ook gewoon doen. Ik ga eerst mijn moeder nog even... Hey, gast, 500 euro. Je haar groeit eraan, hè? Ja, man. 500 euro. Weet jullie hoe goed je het kan gebruiken? Ja, dat is wel. Ik moet daar een halve maand voor werken of zo, hè? Joh, met een maand, twee maanden is het haar gegroeid. Klaar. Je pa heeft er ook gewoon echt zin in. Mees, jongen, 500 euro. Hallo. Oh. Echt, ga je toch niet met je moeder overleggen? Godverdomme. Oké, ik doe het. Nee. Hupsakee. Ga je het echt doen? Ja, natuurlijk. Ga het doen. Rot op. Ik ga het doen. Van gek doen in de winkel, ga je het echt doen? Ja. 500 euro. Maat, gast, dan ben je echt Shrek. Ja, dan 500 je euro. Dan ben je echt Shrek, dan ben je kaal. Weet je nog hoeveel geld je op je bankrekening hebt staan? 2 euro. Ja. Maar ik doe het, ik ga het doen. Ja, dan moet je nou je haar eraf halen. Ja. En dan krijg ik 200 en jij mag 300 houden. What the fuck? De jong, sukkel. Hey, maar wel, hey, moet je het ook aftikken, hè, voor de camera? Ja, ja, ik zweer, als hij dat gaat doen, dan... Sta ik er echt, dan ga ik het echt geven. Ik lul geen onzin. Ja, nee. Ik weet dat je het geeft. Dat weet ik wel. Maar voor de vlog moet je het gewoon doen. Aftikken, weet je wel. Hé, okay. Hey, je wordt wel knap op, ja, mee. Klinkt heel crimineel, dit. Hey, je hebt 500 euro voor. Ik heb het vroeger ook gehad. Toen had ik ook zo'n plofkop als jij. Oké, ik ga het doen. Doei, pap. Top, man. Later, Jacco. Ik breng je zonder haar terug straks. Helemaal goed, jongen. Helemaal goed, man. Hoi. Doei. Hoi. We zaten letterlijk in de winkel te kutten. We staan de kwast af te rekenen bij de kassa en Mees zegt gewoon uit het niets... Hé, maar Shrek is toch kaal? Voor 500 euro ga ik kaal. Dan lijk ik echt op Shrek. Ik zou ja, is goed.
Oh god, ga je het echt doen? We gaan het doen, hè? Gaan we nu tondeuzen halen bij de kruidvat, bij de Action of zo? Gaan we letten. Maar wel millimeter, hè? Ja, maar echt kort, op zijn kortste standje millimeter. Of... Heb jij thuis een scheerapparaat? Ja, zo. Man. Oh mijn god, loopt die wel? Heb ik hem al aangezet? Ja. Oh, shock van mijn leven. Gast. Oh, oh. We gaan het doen. Let's go. We gaan eerst kaal scheren, daarna gaan we shrekken. Als ik jou was, zou ik het niet doen, man. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Waarschijnlijk fucking krijg ik wel weer 10, 30.000 volgers erbij als ik het doe. Maar gast, oh, 500 euro, dat is echt veel geld. En nu ga fucking jij twijfelen. Nee, ik ga niet twijfelen, maar het is echt, wow, dat is echt heel veel geld, gast. Gast, heb je gezien hoe dik mijn kop is? Als ik kaal ben... Dan word jij gewoon een lopende bowlingbal. Ja. Een grote bowlingbal en een kleine. We gaan nu doen voordat je je bedenkt. En je krijgt het echt, hier. Nee. Ik doe het ook, hè? Ja, ja. Nee, eeuw, je hebt echt veel. Ja, doe nou. Nee, maar. Nee. Nee, we gaan dat doen. Oké, je krijgt het echt van me, ik zweer het. Hier, het staat op beeld. Godverdomme, ik tufte echt. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nou, eigenlijk wel. Hoppatee, scheerapparaat. Dit wordt je grootste vriend, Mees. Kijk, weet je wat is kut is? Ik heb al ja gezegd op camera, ik kan niet meer terug. Nee, je kan echt niet meer terug. Mijn moeder gaat me denk ik vermoorden. Nee joh, gast. We zijn dus bezig, druk bezig, om verf in onze handen te krijgen. Maar wel verf die nog van je huid afgaat. Dus we hebben acrylverf nodig, zo heet dat. Alleen dat kunnen we nergens vinden in een goede hoeveelheid. Jawel, Action gewoon. Je weet goed de naam naar de Action te gaan. Ja, nee, we kunnen naar de Action gaan, maar die hebben niet van die niet knijten veel, toch? Nee, we kunnen ook doen dat we je nu kaal scheren en een andere dag Shrek maken, een andere dag. Of we doen vandaag die pindakaas ding. Ja, dat is van een meme, is dat. Ja. Maar ze hebben gewoon op internet heel veel verf. We zijn nu namelijk op zoek naar verf en we kunnen het niet echt vinden. Althans niet verf dat we van je huid af kunnen krijgen. Ja, is goed. Dan gaan we je binnenkort Shrek maken, want dit is wel heel onverwachts dat je in één keer wil kaal scheren. Jongen, weet je wat het is, kijkers? Het is gewoon een impulsief leventje wat we leiden. Kijk, weet je wat het is? Als beveiliger maakt het niet uit of je kaal en of haar hebt. Ik zie er toch fucking intimiderend uit. Ja, meestal is dus beveiliger. Doet opleiding beveiliging. En dat is wel gewoon echt, dan past het je nog 10 keer beter. En je hebt het postuur, dit dan de kop, het gedrag. Even voor de duidelijkheid, ik heb meestal nergens tot aangespoord. We stonden bij de kassa en dan zeg gewoon, ik wil op Shrek lijken, dan moet ik eigenlijk kaal zijn, ik doe het voor 500 euro. Ik dacht eens dat je nee zou zeggen. Waarom de fuck zou ik nee zeggen, gast? Het is zo'n lijpe kans. Maar mag ik het ook glad kaal scheren? Gewoon helemaal glad in plaats van millimeter? Ja, dat was 750. Voor 750 euro mag ik jou glad kaal scheren. Als in echt met een scheermesje dat je helemaal als een bowlingbal zo glad bent. Wacht, ik ga eerst opzoeken hoe dat eruit ziet. Dikke mensen die glad kaal zijn. Maar moet je eigenlijk ook een feesttattoo nemen, weet je wel, als je kaal bent. Oké, 750 glad kaal. Shut up! Nee, echt? Zeg nou ja, Don, zeg nou ja, zeg eens goed. Nee, maar dat is echt, dat kan echt niet, maat. Dat ziet er echt niet uit. Maar dan lijk je een beetje ziek misschien, gast. Dat kan echt niet. Nee, we blijven gewoon met het oude plan voor 25 euro. Oké, Je bent helemaal gek dat je dat überhaupt. Zullen we naar huis gaan? Een kappersstoel creëren? En dat jij maar gaat zitten? Ja. Ik wil wel dat jij maar naakt op de stoel gaat zitten. Oh mijn god, we hebben hier het scheerapparaat. Hij doet het zoals je het hoort. En we hebben hier een opzetstukje. Kijk, dat is een 1. Kijk, zo ziet dat eruit. Ready to shave Mr. Mace his head. Ga je spijt krijgen, denk je? Ja. Ga ik volgers krijgen? Ja, dus wat boeit het? Ja, doe jezelf even een shout-out. Nou jongens, oprecht, als jullie hier niet voor gaan abonneren, snap ik het ook niet. Ik doe het, maar oprecht, dit wordt het eerste linkje. Niet weer eerst abonneren op mijn kanaal. Maar dit wordt het eerste linkje. Staat hier... In het ietsje ook. En we zitten bijna op de 100.000 abonnees. Dus als ze nu gewoon richting de 95.000 kunnen, dan ben ik blij. Want jongens, je moet het beseffen, hè? Ik doe dit voor de vlog van Don. En geld. Omdat ik fucking skeer ben. Ja, en vervolgers. En vervolgers. Je bent zelf natuurlijk niet dom. Je doet het ook voor eigen redenen. Ja, trouwens, je kwam er zelf mee, dus fuck ja. Ja, ik... Krijg spijt. Vergeet dus niet om op Mees te abonneren, maar ook zeker niet op mij. Binnenkort een Shrek video. Die heel goed gaat passen nu die kaal gaat. Vergeet even niet te abonneren. Jongens, abonneer. Elke dag een vlog om 5 uur. Kut, versprak me. Elke dag om 5 uur een vlog.
Ja, ik weet niet wat ik zeg, ik ben heel zenuwachtig. Nog sta jij in het tweede linkje. Ik moet echt in het eerste linkje. Je staat in het eerste linkje boven in de beschrijving en in het i'tje. Vergeet niet te abonneren op Don, jongens. Hij gaat volgende week ook al. Oké, de eerste streep die ik wil doen is gewoon recht door je kop zo. Recht door het midden. Oh, shit. Ah, ja. Dames en heren, Mees gaat een keer standje 1 doen in plaats van standje 69. Let's go. Gewoon één streep door het midden. Maak een close-up. Wacht. Maak een close-up. Kijk hoe goede haarlijn trouwens Mees heeft. Dat is zo'n lage goede haarlijn. Oké. Komt ie, ja? Gewoon door het midden. Oh my god. Oh my. Gast. Oh. Oh. Ja! Oh mijn god! Kijk dan! Nee, joh! Achter. Oh, wat? Ik kan nu ook gewoon niet meer terug. Oh jee. Nee, ik denk dat je. Hij kan echt niet meer terug nu! Hij kan niet meer! Kijk dan! Eigenlijk hadden we nu al moeten pinnen, dan zat Mees zo lekker met zijn flappen zo. Terwijl ik hem schoor. Schoor? Schoor, dat is het. Dat is niet goed. Dat is dit. Ja. Scheerde. Oké, gast, nog even een mooie close-up. Ja, is hij goed scherp? Nee, je hebt allemaal gel rest en roos, gast. Oh, mees. Oh, mees. Waar ben je aan begonnen, gast? Domme mogol, echt. Hou je bek! Gast, kijk dan. Gast, jij moet meegenieten, ouwe. Je moet meegenieten. Ga je gang. Dit is een unieke kans. Oh, dat geluid ook. Het is een best wel klein scheerapparaat. Weet je, je moet echt je kop even goed wassen, zo. Oh, dit is eigenlijk zo erg. Oh, maak je mooie haar. Je krijgt echt een bowlingbal kop. Hij is echt rond straks, gast. Lijkt nog 30 kilo dikker. Van skeer naar scheer. Oh, een schaar? Een schaar? Ja. Een schaar? Gaan we dan een lok eraf knippen? Gewoon zo. Oh! Oh mijn god! Nee, is het echt? Is het nog vast? Is het nog vast? Wat een geluid. Oh, doe nog één en dan praat ik niet, gewoon puur voor het geluid. Oh, wacht ik. Oh, wat erg. Mees, kijk eens. Je begint jonger te lijken met kort haar. Nee. Ja. Overal zit haar. Straks niet meer, maar het voelt lekker. Oh, ik trek gewoon hele plukken eruit, hier. Oh, dat klinkt echt lekker. Het voelt heel lekker om dit te doen, wat stom. Kijk, weet je hoe lekker dit voelt? Het voelt zo lekker. Het voelt heel lekker. Hoe voelt het bij jou dan, Mees? Het voelt kut. Voelt het echt kut? Ja, weet je hoe pijn mijn hart doet? Ja, ik ben er toch wel klaar. Mag ik even in de spiegel kijken? Nee, nog niet. Je mag pas zien als het klaar is. Niet, je mag ook niet meer je Snapchat erbij pakken. Je moet kijken hoe die eruit ziet, gast. Oh, wat erg. Is het erg? Denk lelijk. Ja! Hij staat helemaal op met een rode kop. Ja, te knikken. Oké, we gaan weer. Au. Ja, blijf hangen, gast. Wacht, maar boven heb ik misschien nog ook een tondeus. Ik heb 100 keer jou gevraagd. Ik weet het niet zeker. Kijk, zal ik even gaan zoeken snel? Ja, ze zou dan in de kastje liggen. Ik weet dan ga jij even zoeken boven, ja. Heb jij ooit wel eens eerder gemillimeter haar gehad? Nee, toch? Nee, ik heb altijd lang en toen... Altijd lang en toen? Gewoon wat korter. Ja. Maar je hebt er op zich wel een kop voor, zoals ik het nu zie. Ja, ik lijk op een fucking crimineel. Maar even oprecht, dit, mensen, jullie moeten nu echt van abonneren. Ook bij abonneer, wij zijn horny influencers voor followers. Ja. Bingo! Nee! Dat is deze 10 keer beter, denk ik. Dit is, deze is... Is hij vol? Hij is vol. Ja! Deze is 10 keer beter. Welk opzetje gebruik je? 2. Hij moet in paniek. Kijk eens, kom. Oké, Damien zet er nu een eentje op. Dan mag jij de eerste haal met een 1 doen. Doe maar gewoon recht over zijn kop. Doe maar, oh god, kijk die streep. Oké, recht door het midden.
Oh, dit geluid is ook veel satisfyinger. Gewoon hop, in één keer hop, doorhalen hop. Oh, wow, nu ga je echt zien hoe je eruit gaat zien. Je lijkt net zo'n trucker, zo'n vent op de vrachtwagen. Mees, kijk eens in die kaal. Het voelt helemaal kut. Ga ze hier doen, hier is nog hartstikke. Nee, we gaan eerst hier een kale plek maken. Veel van boven, Damien. Ga eens kijken hoe dit eruit ziet. Ja, dit is wel een subje op Mees waard. En op mij natuurlijk. Maar meer op mij. Ik pomp mijn YouTube money rechtstreeks weer in de vlogs. Ja, en ik verdien er nog Maar nu begint het echt kaal te worden. Oh, wat erg. Dit is niet normaal. Je lijkt op die ene dino. Wacht, stop eens met scheren. Hij lijkt op die ene dino. Ja, die dino komt nu in beeld. Hij lijkt op die ene dino. Nou ja, ik moet een beetje scheid hebben in het leven, toch? En ik doe gekut, sorry. Ja, voel je kut. Vertel even, hoe staat het ervoor hier binnen? In plaats van daarbuiten. Nou, daarbinnen. Even een intercity koppen zo, denk ik. Een intercity koppen? Ja, voor een treinspringen. Oh, gast. Dat is wel heel heftig. Je weet dat ik vet rol in mijn nek heb. Dat ga je niet zo zien. Ja, dat ga je dan zien natuurlijk. Ik ga denk ik heel veel mutsen kopen. Nou, de grootste muts ben jij hier, gast. Dat zie ik te zeiken. Maar ja, maar ja, weet je wat het is? Kijk, één, het is €500. Moet je even beseffen dat het fucking veel geld is. En ik ben gewoon een sexy motherfucker. Dus het maakt niet uit hoe mijn haar eruit ziet. Blijf sexy. Je pa die zei, het meest gewoon doen. €500, boeien, het groeit weer aan. Maar die gaat ook schrikken straks, hè? Ja, natuurlijk. Maar je pa. Eén keer zijn hoofd. Je ma gaat je vermoorden. Ja, ga eens kijken dan hoe het voor nu eruit ziet. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Dit is gewoon één grote bowlingbal. Oh mijn god, dat lijkt echt gewoon. Ik durf mijn moeder zo niet eens te bellen. En zijn moeder weet gewoon van niks. Die weet echt helemaal van... niks. Mijn ouders weten ook van niks. De meeste natuurlijk een soort kind aan huis bij ons. Of soort. Zo, jouw moeder gaat denk ik zelfs boos worden. Nee, mijn moeder gaat heel hard lachen. Mijn pa ook, ik zeker. Ik heb het ook één keer gedaan. Omdat 10.000 abonnees haalde. Kun je nagaan. Je hebt een heel rond hoofd of zo. Het laatste plukje wil heel snel. Ik ga denk ik een pruik kopen, hoor. Oh god, dit is echt het laatste gedeelte. Dit is het laatste van het laatste. Oh, oh shit, al die haar blijven hangen. Oh, de god. Oh. Ik zie het nu ook niet van voor, hè. Meestal, hierna gaan we naar de spiegel. En daarna moeten we de overige plukjes, de kleine stukjes die nog uitsteken, moeten we even bijpunten. Mm-hmm. Oké, dit is hem. Dit is hem. Hou je handen zo op je kop om even alle haren weg te halen. Dit is hem. Hoe ziet het eruit? Oh mijn god. Oh. Holy shit. Maar we moeten wel nog even... Oh! Mag ik naar de spiegel lopen? Gaan we naar de spiegel lopen? Gast, je lijkt... Als je nu een sleeve neemt, dan ben je gewoon tokkie nummer 1 in Nederland. Oh, het is een bowlingbal. Nee, wacht. Ik heb mijn ogen dicht. Hou je ogen dicht. Hier is de spiegel. Oké, Mees. Waar moet ik heen? Ja, hierheen. 3, 2, 1. Ik lijk best wel gangster geworden. Hier staat je echt. Het zag me oprecht nog best wel goed. Maar we moeten wel even alles fixen nog, man. Sommige plukjes zitten. Ja, ze hangen nog echt lang bij. Hey, stel, doe die camera's uit. Cijfer van 1 tot 10, hoeveel? Nee. Dit kan echt niet. Wat cijfer van 1 tot 10? Wat vind je het? Nou, het valt dus nog best wel mee hoe erg het is. Hey gast, €500 rijken! Ja, we gaan even bijpunten. Dan moet je even je kop wassen. Val dat roze en al dat gel weg en dan... Gast, je onderkin is nu veel groter. Gast, kijk dit! Van achter, wat de... Dit zat een half uurtje geleden allemaal nog op meeste kop. Dat is er nu allemaal af. Hele plukken. Hier ligt gewoon een heel kapsel van een persoon. Het staat best wel! Het staat oprecht best wel, ik vind het niet erg. Het staat oprecht best wel goed. Maar van achter, draai je rug eens naar mij. Nou, van achter is het vooral fucked up. Van voor valt het wel mee. Van voor staat het je best goed, man. Wend er maar aan. Ja? Het duurt maanden voordat het er weer op zit. Precies. Gewassen wel. Bijgepunten wel.
Ja. Ik heb hele, die dat andere schermmeester is hier, mijn hele huid is geïrriteerd. Er komt eerst een vriend van Mees hierheen, Laurens. Die gaat zich naar... Laurens! Vriend van Mees die komt hierheen en die gaan we even verrassen met dit geweldige nieuwe koepje van Mees. En daarna gaan we even naar de zaak van zijn vader. En dan gaan we zijn vader flink laten schrikken. Want niemand weet nog van iets. Alleen wij drie. En zijn pa. Wij drie weten. En zijn pa. Voor de rest weet niemand het. Laurens! Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Kom maar gewoon even hier. Kom, kom, kom. Niks ergs. Nee, nee, er is niks. Hé, hey, kijk eens naar Mees. Kijk eens goed naar Mees. Hij is aangekomen. Ik zie het. Nee, ik ben niet kal. Je gaat ook lachen. Weet je hoeveel? 500 euro. Wow. Wat heb je gedaan, maat? Zo. Ik zou het ook doen hoor, 500 euro. 100%. Jij zou het voor 100 euro doen. Ja, 100 euro is groot. 100 euro. Zou je het voor 100 euro doen? Jij hebt het gezegd. Het staat op beeld. Dom, alsjeblieft, gooi deze. Gooi deze. Ja, gast. Doe allebei 50. Ja, maar dan kom ik echt over als een patser, gast. Dat wil ik niet. Nee, doe allebei 50. Meestal is het wel allebei 50. Alle drie 50. 150 euro. Nu ook al. Ik moet even over nadenken. Dat zou wat zijn, joh. Gast, je moet maakt me echt dood aan. Eerlijk. Gast, mijn moeder ook. Mijn vader. Je moet het doen. Bart 50. Waar moet je over nadenken dan? Nou, gewoon over dat mijn haar weggaat, zeg maar. Mijn haar is open, gast! Ook zo erbij loopt. Broer, dat is een doel. Ik kan alleen nog maar met de pet op gaan lopen. Ik toch ook! Mees zegt net dat bij ons op school mag je geen pet of mutsen dragen. Ja, 150 euro is wel lekker, ja. Kom. Ik ga eerst mijn moeder bellen. Nee! Ik heb het ook niet gedaan. Kom. Je was er zo'n tijd, dan kan ik er 150 euro voor. En nu kan je voor 150, hè? Anders zou je het... Ja! Yo! Deze dag, man! Ja, let's go! We gaan het gewoon doen! Mees, ga jij de eerste scheer doen? Oh. Doe het. Je kan niet meer terug, Damian! Oh mijn god. Damian. Mama, als je dit ziet, sorry. Echt. Hier, dit wordt heel satisfying. 150 euro, hè? Ja. Don, koop jij Versace kleding, Gucci kleding, dure zonnebrillen? Nee, ik geef geld aan mijn vrienden om ze kaart te schelen. Ik lijk net een vrouw van de Duitse straat voor de wereld, hoor. Oh, Mees valt helemaal op. Ik kan niet meer. Ik ben ook gewoon elke dag zo teleurgesteld in mezelf met de keuzes die ik maak. Zijn dat nou echt? Ik maak elke dag zulke domme keuzes. Maar je bent wel 150 euro rijker, dus hoe dom was de keuze? Dit groeit weer aan. En vanavond is het weer weg in het casino. Zijn kop is helemaal kort. Als ik durf niet te kijken. Kom in naar de spiegel, kom maar. Kijken. Oh mijn fucking god. Oh mijn fucking god. Oh mijn god. Kijk, Laurens ook! Wat heb ik gedaan? Hey, zijn kindervoeten, jongen. Dat heb ik gedaan, want nu ga ik altijd zo lopen. Kom zo. Oh, er komt nog een hele pluk uit. Oh, ja. Jezus. Gozer. Ja. Het licht is echt fucked up. Oh mijn god. Ja, dit is de komende tijd, dit is je look. Nou, maar het valt nog mee. Het kan altijd erger, Damian. Het is een ergere ding al in de wereld. Waarom heb ik dit ook gedaan? Mees, probeer eens iemand nu heel erg te intimideren. Ik word echt een beetje bang, die mensen. Hey, laten we naar de zaak gaan, laten we naar de zaak gaan. Vandaag komt zijn vader bij mijn ouders eten, dus zitten er al dus... Oh ja! Oh mijn god! We hebben een maat van mij gebeld. Oh mijn god! En hij gaat voor 70 euro ook kaal! Nee, mijn god! Jullie bellen hem letterlijk gewoon op. En jullie zeggen, yo, we zijn kaal, wil je ook? Hij is er... Ja hoor! Besef gewoon even wat voor vriendengroep wij hebben. Oh, ik wil eigenlijk ook, maar ik ga... Nee. Nee, Don. Nee, stop. Oké, we zijn nu bij Mees zijn vader. Nee. We gaan nee. Even kijken hoe die reageert. Jacco! Jacco! Mees! Zie je zoon is kaal, Jacco! Dan gaat hem nu eraf trekken. Ja, kom op. 3. 2. 1. Oh, 2. Ja. Oh nee. Ja. Ding 1.
Dit is voor 150 euro kaal gegaan. En Nemo, weet je wel, die wat kleiner en wat sikke, die gaat voor 70 euro kaal. Kijk hem lachen dan. Sneller kan ik ze niet bedienen, hè? Ja. Kijk, jouw haar moeten we hebben. Ja, voor 5000. Dat is wel een beetje een te erge verhoging. Meest lijkt net een soort skinhead, vind je ook niet? Ja, het alle twee lijken het skinhead. Kijk eens wie we daar hebben. Kijk eens wie we daar hebben. Het is je boy Quanus. Hey Quinn, kijk eens naar Mees. Ja, what the fuck, gaaf. Je weet het al. Erg, hè? Yo, gaaf. Kijk eens naar fucking Damien. Ja, ik weet het. Mees gaat zijn moeder facetimen. Mama? Kom eens even. Boys, even stil, stil. Hey, boys, even stil. Hey, stil. Je weet dat ik heel veel van je hou, hè? Nee, want je moet thuis zijn. Nee, ik ga ook zo hierna, ga ik meteen door. Ik ben wel 500 euro rijker. Ja? Maar niet boos worden, oké? Okay? Oh, ze wordt zo boos. 3, 2. Nee, je bent niet kaal, hè? Kijk nog! Mama, Mees, het! Ze heeft opgehangen! Echt? Oh! Heeft ze opgehangen? Ze heeft echt opgehangen. En nu? Mees. Oh, ik zie de paniek in je ogen. Je moet ook nu naar huis toch, zei ze, of niet? Nee, niet nu. Oh, god. Nou, ik laat Mees maar even met zijn moeder bellen. Maar daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. Het hangt weer op, hè, of niet? Oh mijn god, je bent de lul. Hier hebben we de volgende. Die is de lul. We hebben hier Nemo. Mees gaat de eerste lok eraf knippen. Voor 70 euro doet hij ook mee. No way back. Daar gaan we weer. De derde ronde. Ronde 3 is klaar. Nemo is klaar. Even in de spiegel kijken. Ik ga een licht aan doen, Dom. Wow. Ik vind het wel hard. Het staat jou wel het beste van iedereen. Ja, man, maar jij hebt ook nog gezichtshaar. Jij hebt een sickie. Ja, klopt. Zo, ouwe. Ja, dit is wel echt fucking kort, gast. Ja, dit is wel echt sick. Maar het staat jou, man. Ik ga jou zo naar huis brengen, toch? Ja, je blijft. Je komt toch hiermee terug ook? Ja, maar wat moet je eigenlijk thuis doen? Ik moet even een oefenexamen doen, want ik heb... Ik heb moet leren even snel. Jullie al moeten daar. Ah, maat. Ik blijf wel in de auto buiten zitten, even een uurtje dan. Ik hoef daar niet bij te zijn wat ze allemaal gaat zeggen. Aangekomen bij Meester Moeder. Klaar om de pas te trekken. Je hebt verdiend, Meester. Meer dan verdiend. Ja, vind ik ook. Sorry dat ik een beetje tril, maar ik heb het heel koud. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel ik kan opnemen. 20, 50, 70, ander bedrag. Minimaal 10 euro. Nou, dat gaat wel goed komen. Gewenste bedrag is niet beschikbaar. Je moet het typen. Oh. 5, 0, 0. Ok. Mens van de waarheid. Oh. Oké, daar komt hij, daar komt hij, komt hij. Kan het. Er is een storing opgetreden. Ja, het kan niet. En doe eens 200. Oké, we doen gewoon 200. En de rest is gewoon tikken, ja? Nou, die weet ik ook weer. Oh, dat is 250. Nou, eens even kijken of 250 lukt. Ja. Maar daar komt het, daar komt het. Toch? Waar zit gast? Neem mijn pas terug, heb ik al gedaan. We worden oh, daar komt het, ja. Ja. Oh, Mees, dikke flappen. Besef hoeveel het anders had geweest. Nou, je wilde niet patser overkomen, maar dit slaat er wel alles. Mees, het is niet alles. Je moet nog een fikse tikkie sturen. Maar broer, kijk. Hey, helemaal voor jou. Oh, ik heb het zo warm, jongens. Oké, ik wil een weddenschap aangaan, wedden dat het binnen een week op is. Ja. Ik heb een mededeling. Ik ga naar huis. Nee. Wat doe jij nou? Doei. Papa, vandaag heb ik een geweldige dag gehad. Kijk maar even naar deze foto. Ja. Nee joh, dat is gefotoshopt. Nee. Zoom maar in. Jezus. Hij kan zo aan de sumo-worstelwedstrijd meedoen. Ah ja, zo heb ik nog niet eens over nagedacht. Dat kan echt, ja. Maar hij is niet de enige. En wanneer maak je het af? Kijk, dan klikken we even hierop. Wie is dat ook alweer? Damien.
Nee joh, is dat Damien? Je hebt het ook gedaan. Ik had hem niet herkend. Dat was mijn dag. Hoe was jouw dag? Heel anders, denk ik. Geen haar beter. Ik zit lekker achter mijn computer. En ik zit al de vlog te editen. Wat erg was deze dag. Dit is wel een subje waard voor Mees. Ik zou zeggen, ben je nog niet geabonneerd op Mees? Vergeet zeker even niet te abonneren. Hij staat in het linkje in de beschrijving. Of in het i'tje. En ik zou zeggen, vergeet ook zeker niet op mij te abonneren. Er komt gekkigheid aan met Shrek, de pindakaas meme. Omdat Mees nu kaal is. Het wordt alleen maar gekker. Dit is een van mijn langste vlogs ooit. En ook een van de gekste. Dit gaat echt de geschiedenisboeken in op mijn kanaal. Echt, oh. Ik ben heel moe. Ik moet nu een beetje stil zijn. Mijn ouders liggen al te slapen, maar... Even dikke en zo naar Nemo, Damien en Mees om dit te doen. Tuurlijk zijn ze ervoor betaald, maar alsnog helemaal gek, joh. Mees is de grote winnaar. Die heeft het grootste bedrag gepakt. Ik zei al tegen die gasten, het gewicht staat een beetje gelijk aan de euro's. In ieder geval, wat een gekkigheid allemaal. Dames en heren, ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga nu zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Hoe noem je de lul van Shrek? Shrekalo.